Waar ik het over ga hebben, dat is open innovatie. Dat zal een kreet zijn die u allen kent. Ik heb een collega die heeft het altijd dit plaatje. En open innovatie, dat heeft iets met een zandbak te maken. En open innovatie, dat heeft ermee te maken dat je niet alleen in de zandbak wil spelen. Nee, je wil ook graag met anderen spelen. En dat houdt in dat een aantal zaken zijn die meer tools, meer spullen waar je mee spelen kan. Maar je moet ze wel delen. Je kan het niet altijd op je eigen manier doen. En je moet je gedragen. Hè? Dat zijn een beetje de basisregels die daarbij bij spelen. Nou, open innovatie is een term dat wordt al door veel bedrijven op hele verschillende manieren ingevuld. Wat ik vandaag wil doen met u is een paar dingen aanstippen zoals wij dat hebben gedaan in het verleden. Nou, wat wij hebben gedaan, eigenlijk een aantal jaar geleden al, is een beetje proberen te definiëren wat onze eigen zandbak nou zou moeten zijn. En dat is de Hightech Campus in Eindhoven geworden. En wat er gebeurd is dat wij de Philips Research omgeving hebben veranderd van één waar wij alleen als research aanwezig waren, naar één waar inmiddels ongeveer 100 bedrijven aanwezig zijn en waar we heel veel meer andere partijen in de zandbak hebben gekregen. En dat heeft als voordeel dat je met z'n allen, mits je ongeveer in hetzelfde gebied actief bent, en bij ons is dat Hightech, dan houdt het in dat je daarmee eigenlijk een groot aantal spelers hebt die met jou dezelfde dingen kunnen doen. En één van de grote voordelen is dat je dan faciliteiten kunt gaan delen waar je eigenlijk met veel groter niveau, kwaliteitsniveau, expertise-niveau, kennis en kunde gebruik kunt maken van datgene wat er in zo'n omgeving te koop is. En dat houdt ook in dat veel van die 100 bedrijven gebruik maken van eigenlijk een soort van technologieën wat er op dit ogenblik op de campus aanwezig is. Nou, waar ik vandaag echt over wilde praten, dat is de volgende stap daarin. En dat is een stap waarin we hebben geprobeerd om te kijken van nou, zijn we nou in staat om ook onze research know-how open te stellen? En dat is een stap, dat doe je niet zomaar, want het houdt in dat je daarmee kennis en kunde die intrinsiek voor het bedrijf beschikbaar gemaakt zijn in een bepaalde periode, dat je die beschikbaar gaat stellen in gebieden waar dat kan, hè, waar Philips die niet echt nodig heeft, voor derden. En ik zal zo een voorbeeldje daarvoor geven. Dus wat je dan eigenlijk wil doen, is zeggen van nou, jullie kunnen het gebruiken. Dat kunnen jullie faciliteren in onze eigen labs. Jullie kunnen zelfs research doen in onze eigen labs. Mits dat uiteindelijk Philips iets oplevert. Meer kennis in een bepaalde richting, meer expertise die we kunnen uitbouwen in een andere richting. Of misschien een implementatie waarmee we bewijzen kunnen dat die technologie het doet. Nou, als je nou kijkt waar je dat bijvoorbeeld dan kan doen, is zeggen van nou, we kunnen dat bijvoorbeeld doen op het vlak van pure fysica. We doen bijvoorbeeld heel veel voor ASML in dat kader. Maar je kan ook een ander voorbeeld nemen, en dat is het voorbeeld wat ik wilde geven. Wij hebben een positie waarin we heel snel een blood count kunnen maken. Dat houdt in dat je bij één druppeltje bloed binnen zeg maar een half minuutje een volledige overzicht kunt hebben van je rode, witte bloedcellen, je bloedplaatjes. En dat hebben we een klein deviceje voor gemaakt. En dat is handig in een medische omgeving voor mensen die bijvoorbeeld kanker hebben en thuis het uiteindelijk willen monitoren wat daar gebeurt. Nou, diezelfde technologie, die hebben we inmiddels ook beschikbaar gesteld aan een bedrijfje wat aan racepaarden bloed wil meten in het Verenigd Koninkrijk. En die gebruikt eigenlijk dezelfde technologie om eigenlijk op die paarden te meten of ze wel fit genoeg zijn om te gaan racen. Nou, in die markt kunnen ze veel eerder tot een implementatie komen. En in die markt is het ook mogelijk om die technologie veel beter te testen. En daarmee komen we aan, zeg maar, de volgende stap toe. Collaborative innovation. Iedereen die kan spelen waar ze eigenlijk willen. Maar je moet zoeken naar partijen waarmee je zou willen spelen en waar je een goede reden hebt om daarmee te willen spelen. Je moet natuurlijk kijken wat er uiteindelijk met de resultaten gebeurt. Je moet je op een bepaalde manier zelf beschermen. Je moet de anderen ook wat te bieden hebben. Dus je moet uiteindelijk tot cases komen waarbij je zelf een winsituatie hebt en waarbij de andere winsituatie hebt. En dat houdt in dat je in veel gevallen, als je dit wil doen, een infrastructuur moet hebben met mensen die ervoor zorgen dat ze de business case voor jezelf, maar ook de case voor die andere partij kunnen gaan uitzoeken en op basis daarvan die stappen nemen naar die andere partijen waarmee je dat dan gezamenlijk zou willen doen. Nou, en dat houdt in, als je dat allemaal op zijn plek hebt, dan kan je eigenlijk heel gericht gaan zoeken naar wat je met andere partijen zou willen bieden, wat je hen te bieden hebt, wat zij jou te bieden hebben. En op die manier kun je in de onderste laag, in het technologiedomein, in het innovatiedomein, komen tot technologie
samenwerkingen, technologie, partnership, alliances, hoe je het maar noemen wilt, waar je uiteindelijk tot iets moois kunt komen, die alle partijen iets bieden kan. En dat is ongeveer wat ik wilde vertellen.